Sparts, gefeliciteerd met deze award. Hoe hebben jullie deze in de wacht gesleept? Nou ja, door mooie deals te doen, denk ik. En uiteindelijk zijn de mensen die in de zaal zitten die dat zien en die ons de prijs geven. Dus dat is natuurlijk heel mooi. Kunnen jullie een voorbeeld geven van zo'n mooie deal? Deze twee mannen hebben alle twee een hele mooie deal gedaan dit jaar, dus zij kunnen het best vertellen. En ik wil er ook nog wel even aan toevoegen. Kijk, we staan hier met drieën. Het is echt teamwork geweest. Ja. We hebben die prijs echt niet alleen binnengehaald. We hebben het hele team al bijgedragen. Wil jij er ook iets aan toevoegen? Nou ja, kijk, waar gaat het om? Met het team hele mooie deals doen. Hè? En wat voor deals zijn dat dan? Een mooie carve-out vanuit de TKA-groep. 7 bedrijven die we van de beurs hebben gehaald om een hele mooie business weer van te gaan maken. David, jij hebt ook een fantastische leuke deal gedaan. Ja, we hebben het allermooiste bedrijf in branded handtools gekocht. Ja, dat gaat straks de wereld veroveren op het gebied van handgereedschap voor automonteurs. En dat is heel mooi om daar aan bij te mogen dragen. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Ja, we krijgen de prijs eigenlijk iets te vroeg. Voor ons beginnen nu pas. We gaan nu waarde creëren. Dus ja, als je ons over 3 of 4 jaar nog een keer interviewt, ja, dan staan wij met z'n allen op de banken, denk ik. Dus dat kunnen we komend jaar verwachten? Nou, hopelijk nog een paar mooie deals weer. En met name heel hard werken aan de bedrijven die we hebben. We hebben 7 mooie bedrijven op dit moment in het portfolio. En daar gaan we een hoop waarde creëren. Dus daar ligt de eerste focus. En hopelijk krijgen we nog een paar mooie dingen erbij. Super, dank jullie wel en een mooie avond. Dank je wel. Tot ziens.